Hoi, hier woon ik, in een oude gymzaal. En als je goed kijkt, kun je dat nog steeds een beetje zien. Sowieso de hoogte natuurlijk van het hele gebouw. Het klimrek wat ik als lamp heb omgetoverd. Dat klimrek dat stond hier tegen de muur toen ik hier begon met klussen. Hier zat eigenlijk helemaal niks. Ja, de ringen om, waar de kindertjes in speelden. De afgelopen 7 jaar zijn er in Den Haag ongeveer 4000 gebouwen omgebouwd tot huis. In Leiden zijn dat er ongeveer 1000. Eigenlijk is het wel een beetje sinds de crisis in de woningmarkt van 2008, 2009, 2010 begon dat. Hoe kun je het nou zo doen dat er wel gebouwd wordt, maar ook zorgen dat je het betaalbaar doet? Want mensen hadden een kleine portemonnee. Ik vind dat ook wel heel leuk. Het is een roldeur en 6 ramen. Je kunt er gewoon openrollen. Je maakt het mogelijk dat mensen hun eigen ideeën, hun eigen creativiteit in hun woning leggen. In plaats van dat ze een soort standaard product krijgen. En als je naar al die bouwprogramma's op televisie kijkt, ja, het is ontzettend populair. Dus mensen vinden het geweldig om hun eigen woning te mogen maken. En dat kan nu. En betaalbaar. En dat is een tweede. Het wordt gewoon goedkoper als je het zelf doet. Omdat, bouwen is hartstikke duur. Maar elk uurtje dat je zelf erin steekt, ja, hoef je niet te betalen. Ja, dit is echt super. Je bent 1,5 jaar aan het klussen. En als het dan eenmaal af is en je kan hier wonen, dat is echt fantastisch eigenlijk. Voelt het nog een beetje als een gymzaal? Vooral als mensen die je tegenkomt zeggen van ja, ik heb daar vroeger gegymd en dit en dat. Dan is het wel weer even een realisatiemoment van oh ja, het was inderdaad een gymzaal en nu is het je huis.